De minister van Buitenlandse Zaken, Yıldız Polat Bigli, ontving gisteren op haar kantoor drie niet-residerende ambassadeurs. Het gaat om Sergei Akopov van Rusland, van de EU Jenny V. de Dik en Mexico Jesus A. López. Tijdens de bezoeken is er van gedachten gewisseld over zaken die de bilaterale relatie tussen Suriname en Rusland, de EU en Mexico moeten intensiveren. Minister Polat Bigli maakte van de gelegenheid gebruik om namens de Surinaamse overheid haar medeleven te tonen aan het volk en de regering van Mexico. Het land is nog steeds bezig aan de wederopbouw na de verwoestingen en het verlies van mensenlevens veroorzaakt door de recente aardbevingen. De diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Mexico dateren van 25 november 1975.